Ik ben opgegroeid met heel veel kunst om me heen. Ik denk dat ik dat onbewust zelf heb omgezet naar mijn eigen manier van werken. Mijn opa was een groot Mexicaans kunstenaar die afgelopen jaar is overleden. Alles wat hij heeft gemaakt vind ik mooi. En eigenlijk wil ik als een ode aan hem mijn eigen galerie hebben in de toekomst. Ik heb best wat ideeën over hoe zo'n galerie eruit zou moeten zien. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat ik de kunst mooi vind en dat die me inspireert. Maar uiteindelijk is zo'n galerie natuurlijk ook een onderneming. En daar ben ik nog niet heel bedreven in. We moeten de accessoires bijvullen. Die gaan daar. Ja, ik ga ze nu in het systeem zetten. Dit ornament is maandelijks opzegbaar. Oké, ga ik het gelijk aanpassen voor. Deze heeft iets meer ruimte dan bijvoorbeeld deze. Het management van zo'n winkel heeft overeenkomsten met wat ik later wil doen. De camera net zo goed. Hoeveel ligt er nog? Het heeft heel erg indruk op me gemaakt. Doordat ik een totaal andere wereld leerde kennen met een bepaalde structuur, met medewerkers en strakke organisatie. Ik denk dat het in een galerie wel wat losser zal zijn. Maar uiteindelijk zal ik ook met een bepaald systeem te werk moeten gaan. Dus die ervaring is heel erg handig geweest.